Hallo, dokter Corrie. Hallo, Rick. Oh, leuk. Dat is die leuke journalist die het nieuws presenteert, weet je wel. Hoi, Rick. Journalist Rick van de Westerlaken ken je als nieuwslezer van het NOS-journaal. Hij is 43 jaar en winnaar van Wie is de Mol 2015. Ik ben Rick, ik ben journalist en ik val op jongens. En weet je dat zeker? Ik heb gewoon heel lang getwijfeld en ik vond meisjes ook heel leuk. Ik vind meisjes nog steeds leuk, maar ik wil er alleen niet meer mee zoenen. Dus dat is het verschil en ik wil wel graag met jongens zoenen. Ja, maar goed, Rick, hoe heb jij het aan je omgeving verteld dat je homoseksueel bent? Ik ben zelf er pas achtergekomen naarmate ik op de middelbare school af en toe een jongen leuk begon te vinden. En toen ik 19, 20 was, wist ik het zeker. Voor die tijd wist eigenlijk niemand dat in mijn omgeving en ook niemand dacht dat. Dus ik had wel wat een en ander uit te leggen aan mijn familie en vrienden. Daarom dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik schrijf het op een brief, zodat ik mijn gedachten kan ordenen en dan kan ik elk woord goed kiezen. En dan kan ik ook vertellen dat ik het heel moeilijk vind om te vertellen, maar dat ik hoop dat ze het begrijpen, dat ik het per brief doe. En ik heb ze dus een brief achtergelaten. En dat vonden ze, die hebben ze gelezen en toen hebben ze me gebeld en toen zijn ze naar Leiden gekomen, waar ik toen woonde. En toen hebben we er heel goed over gepraat en er was eigenlijk niks aan de hand. Wat een goede tip zeg, om het gewoon op te schrijven en aan iemand te vertellen die je vertrouwt. En Rick, kreeg je een fijne reactie of? Ja, ze moesten wel een beetje wennen natuurlijk aan het idee, maar ik heb ook moeten wennen aan dat idee. Maar ja, het is nou eenmaal zo, je kan er niks aan doen. Hè? Het is net alsof je rood haar hebt of een donkere huid, je wordt ermee geboren. En je hebt het er maar mee te doen. Ja, maar zijn er dan wel eens mensen die het niet begrijpen? Of, of heel stom reageren? Of... Ik heb wel eens reacties gehad van mensen die dan ineens begonnen te schelden. Van, hey, stomme flikker, of zo. Ja, dat is niet zo leuk natuurlijk. Want... Ja, je bent verliefd en je doet niemand kwaad eigenlijk. En dan is het heel vervelend als mensen zo reageren. Maar ik heb ook wel geleerd dat je een beetje een dikke huid moet hebben af en toe. Dat je af en toe moet denken, laat iedereen maar lullen. Als ik mijn eigen leven maar kan leiden. Dat lijkt me een hele goede conclusie, Rick. Laat iedereen gewoon maar lekker kletsen. Dankjewel voor dit fijne en eerlijke gesprek, Rick. Dag, dokter Corrie. Dag.